Nou, wij zijn aan het puzzelen, voor het NK legpuzzelen. En dan oefenen we altijd even met een kwander. Maaike en ik draaien de stikjes om. En Larissa en Ilse beginnen dan maar de kant in kwander te zetten. We zien kleurtjes bij een kwander. En als wij de stikjes omdraaid hebben, dan beginnen wij vast maar de kleurvlakken in kwander te lezen. En ja, je doet ook mij aan toernooien. Ja, klopt. Ja, dat is vooral heel erg leuk, want dan heb je wel een doel voor het puzzelen. Dan ben je in een team van vrouwen, mij ook minder, maar dan is het wel moeilijk. En dan moet je zo snel mogelijk de puzzel in de koor zetten. En dan kun je mij dan rond het NK legpuzzelen. Ja! Het kan mooi oorloeren, dus het is ook net heel lang. Ja, je bent even bezig. Even ontspannen. Ja, aan het begin is het wel even wennen, want ik deed het wel altijd bij mijn man. Maar omdat mijn chauffeur van, dan zit ik eerst in het paard. Maar we gaan al zo vaak oefenen, nou, draai je hier, denk ik. Dus dan op een gegeven moment bent dat wel. Ja, oh nee. Ja, nee. Precies nog een 20 minuten. Nou, voor mijn gevoel dan het eerst wat slechter. Maar we hadden nu snelste tijd ooit zetten bij deze puzzel. Dus dat vind ik toch wel knap. Je hoort weer het nog een 50 minuten. Wat is je doel? Ja, nou ja, bij de voorrondes weer het doel om natuurlijk naar de finale te komen. En toch wel zo heeg mogelijk te proberen eindig je.